chefsfriends.nl. Ja goed, de hooiham is eigenlijk echt een heel oud receptuur. Echt een klassieker. Goed, René die is al, ik geloof nu 4 jaar met hooiham bezig. Toen we net in de ontwikkeling waren met hooiham hadden we zoiets, we moeten iets unieks hebben. We zitten midden in de Maasduinen bij Brina aan de Maas. Dus we moeten iets met ook de Maasduinen doen. We hebben de hooi daarvoor gebruikt. En we hebben de livarhammen. Hebben we gebruikt. En die hammen die hebben wij eerst gepekeld. En na het pekelen hebben we ze in de hooikist gedaan. En de hooikist is gewoon een oude broedkist. De hooi die wordt daar een beetje nat in gelegd. En dan wordt de ham uit gekookt water gaat die in de hooikist. Die kist die gaat dicht en dan laten we hem daarin verder doorbroeien. En dat geeft gewoon echt een hele specifieke smaak. Nou goed, we hebben hier op de achtergrond hebben we dus die hooiham liggen. We doen hem altijd eventjes een beetje afglaceren. Met een beetje jenever, een beetje suiker, bastersuiker. Gewoon lekker een beetje afbranden, tot er nog meer specifieke smaak erin komt. Maar het is gewoon een prachtig product om mee te werken. De smaakafdracht van hooi, die is toch wel heel specifiek. Want wij gebruiken de hooi gebruiken wij ook voor de bouillon. We gebruiken hooizout tegenwoordig ook gewoon heel veel. Hoe smaakt het? Echt gewoon een heel natuurlijk, rijkelijk, vol smaak. Ja, smaakafgifte is het gewoon van de hooizout. Oh, die ham die heeft toch zeker een dag nodig om daar echt in door te broeien. Om gewoon echt goed zijn kern te hebben. En dan is ze gewoon mega lekker. René zou zeggen, smerig lekker. De temperatuur in de hooikist zit ongeveer tussen de 50 en 65 graden. En hoger gaat hij niet. Dus hij gaart gewoon heel langzaam gaart die ham door. Hoe krijg je die temperatuur zo? Door er warme kruiken bij te leggen. En dat deden ze vroeger ook. Ze pakten gewoon echt van die warme kruiken. Die dichtmaken, tussen de hooi dekens eromheen wikkelen. En laat maar gewoon rustig garen. Echt een stukje slow cooking, wat ze vroeger deden, wat nu weer helemaal trend is. Ja, vanuit daar hebben we het een beetje opgepakt. Ik zag je hem net even mooi maken. Met welke producten doe je dat? Dat doe ik met een graanjenever, met bruine bastardsuiker en met appelstroop. En dan doen we hem gewoon eerst eventjes mee insmeren. En dan met de graanjenever doen we hem eventjes een beetje afbranden. Zodat de smaak echt nog sterker erin trekt. Ja, dat zijn producten die we daarvoor gebruiken. En dan een beetje finishing touch de hooiham zout. De Maasduien hooi zout. Zo moet ik het zeggen. Nou, we hebben nachten in de kelder gezeten. En echt op onze knietjes met heilige Antonius erbij. En de thermometer om gewoon te kijken van oké, welke temperatuur heeft hij nu? Zitten we op de juiste temperatuur? We hebben een heel boekwerk met tijden, temperatuurregistraties. Totdat we gewoon op een gegeven moment gewoon echt de exacte tijd en planning hadden. Maar het heeft gewoon echt, ik denk zeker 4, 5, 6, 7 weken heeft er zeker in gezeten. Dat we er echt dag en nacht mee bezig zijn geweest. Deze hooiham die we presenteren, dat is dus gewoon echt de klassieke bereiding van asperges. Dat doen we dus gewoon de gekookte asperges met de hooiham, een eitje en een aardappelgarnituur. Dan met de beenham van Livar, de smerig lekker ham. Chefsfriends.nl is een initiatief van R&R Media en Advies. Ga voor meer Chefsfriends naar www.chefsfriends.nl en volg ons ook op Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube en Foodspotting.